Spuiten en slikken. Plasjes doen en bloed prikken. Valspelen, list en bedrog. Gezondheid, veiligheid en eerlijkheid. Soms jaren later nog. Frustratie, onmacht en omgekeerde bewijslast. Dit zijn de doping specials van de Slimmer Presteren podcast. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over de dopinglijst en de knelpunten van het huidige antidopingbeleid. De dopinglijst kent inmiddels meer dan 300 middelen. Of je van allemaal harder gaat lopen, is onzeker. Maar ze moeten wel netjes opgespoord worden in het lab. Kan de lijst niet korter? En zijn de analyses goed genoeg? We bespreken met dopingexpert Douwe de Boer de ontwikkeling van het antidopingbeleid en kijken of het anders kan. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Zitten we weer. Ja. Aflevering 2 in onze doping specials. Yes. Slimmer presteren podcast gaat over de grens. Als je maar slimmer en slimmer blijft presteren, kom vanzelf in een grijs gebied. Precies, wat heb jij afgelopen week genomen? Ik hou het nog altijd bij koffie. Okay. Ik vond het wel spannend toen we met deze serie gingen beginnen, dat ik jou ook schreef, nou, we willen toch meer experimentjes doen. Ja. Houden we het dan op deze vrijdagochtend wel bij koffie, maar tot nu toe blijft dat zo, hè? Ja, ik weet het niet, want aan de andere kant, die dopinglijst, heb jij er wel eens zorgvuldig naar gekeken van wat er allemaal op staat? Ik heb geen idee. En nee. Ik lees net in de intro voor meer dan 300 middelen. Het enige wat ik nog weet uit onze eerdere aflevering, cafeïne stond er ooit op en is er vanaf. Nog steeds monitoring substance. Dan houden ze hem in de gaten. Het kan nog steeds dat hier volgend jaar wel bij zit. Ja, gaan we dus leren wat zoals, dat betekent. Ja, nicotine is er ook zo een. Ook zo'n stof. Ja. Ik zei in vorige week in de aflevering al even, ik heb even gekeken op NOS, alles over doping. En dan vind ik dat sinds januari dit jaar cannabis, MDMA en cocaïne voor recreatief gebruik een soort van eraf zijn. Of in ieder geval, daar is een uitzondering voor. Dus dat is een beetje wat ik ervoor weet. Dus in deze aflevering gaan we twee dingen doen. Inderdaad, eens even ontdekken die lijst. Wat is het? Hoe komen dingen erop? Hoe komen dingen eraf? En anderzijds zometeen in gesprek met Douwe de Boer. Een naam die je eigenlijk voortdurend tegenkomt als je in van die spannende thrillerverhalen gaat duiken. Zoals die van Hinke Schokker, zoals we die vorige week bespraken. Ja. Dus leuke aflevering weer. Leerzaam hoop ik. Laten we bij het begin beginnen. We gaan zo in gesprek met Douwe de Boer. Wie is hij? Waarom is hij onze hoofdgast vandaag? Douwe de Boer. Ja, ik heb wat van mijn eigen artikelen teruggelezen. En blijkt toch steeds dat ik uiteindelijk, als ik echt expertise wil, deskundigheid bij Douwe terecht kom. Douwe de Boer heeft eigenlijk, ik heb zijn cv nog even bekeken. Het leuke aan hem is, hij heeft aan beide kanten van het beleid gezeten. Hij is ooit begonnen bij de voorloper van de dopingautoriteit of het Nederlands Instituut voor Doping en Drugs Research. In 1999 is toen WADA opgericht pas. Er waren wel wat dopingcontroles vanuit IOC of bonden, maar... En voor onze luisteraars die vorige week gemist hebben, de WADA is... Ja, het Wereld Anti-Doping Agency, agentschap. 1999? Ja. Okay. Dus toen werd er wereldwijd gezegd, we moeten één lijn trekken. Ja. En toen is Douwe naar Portugal gegaan, waar hij een paar jaar als het hoofd van het dopinglab in Portugal heeft gewerkt. Okay. Dus eigenlijk bezig was met opsporing van atleten.
ja, op een gegeven moment is hij teruggekomen in Nederland. Hij werkt, hij is gewoon klinisch chemicus, werkt in Maastricht in het ziekenhuis, klinisch chemisch lab. En in de tussentijd, ja, is hij toch een expert nog steeds voor veel mensen, met name atleten die betrapt zijn op iets en denken van, hè? Maar ik heb toch niks gedaan? Of hoe komt die stof dan in mijn lichaam? En daar hebben we het vorige week over gehad. Zij moeten maar aantonen van, hey, je bent in principe fout. Je hebt een strafbaar feit gepleegd volgens de dopingreglementen. Want er is een molecuul in jouw bloed of jouw lichaam urine gevonden wat daar niet thuis hoort, wat op de dopinglijst staat. En Douwe moet maar eens proberen uit te zoeken dan van, hey, zijn er dingen die niet kloppen hier? Of is er een alternatieve verklaring voor wat die waard is? Ja, hij staat veel atleten bij als contra-expert. Klopt. En we horen zijn naam afvallen bij zowel de Hinke Schokkers, het verhaal van vorige week, de amateur die per ongeluk positief testte, tot aan de contadors die mogelijk door besmet vlees of zeker andere reden een picogram 0000000 en dan nog een Zinco glenbutanol. Glenbuterol, precies. Ja. Dat is allemaal, dat zijn allemaal trajecten waar Douwe de Boer zijn naam opduikt. Ja. Zo met hem bellen, gaan we met hem praten over die lijst, over die testen, over de pro's en de cons van de manier van testen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even helder hebben, die dopinglijst. Ja. 300 middelen. Hoe komt men aan die 300 middelen? Ja, hoe het precies weet ik ook niet. Kijk, ik pak af en toe die lijst er eens bij en dan ga ik eens kijken van, nou ja, ik moet zeggen, 3/4 van de stoffen zeggen mij ook niks. Maar grofweg gezegd hebben ze een aantal categorieën. De anabolen, dus de spieropbouwers. Waarvan met name de anabole steroïden. Dat klembuterol valt daar ook onder. Klembuterol is een middel wat ze aan koeien geven. Met name dan in Mexico en China. Om lekker te groeien, de spieren te ontwikkelen. Ja, dat is daarnaast heb je allerlei de EPO-achtige stoffen. Groeihormonen horen daarbij, peptiden. Dus EPO-achtige stoffen zijn de stoffen die meer rode bloedlichamen zouden creëren. Precies, en dan kan EPO zelf zijn of stoffen die erop lijken en die op die receptor wel gaan zitten. Of van tevoren eigenlijk aanzetten tot de aanmaak van EPO in de nieren. De stimulantia, nou, daar was voor Hinke een probleem. Nou, dat zijn de amfetamine-achtige stoffen. Daar oppeppers. Zit cafeïne dan ook bij, modafinil, Ritalin. Is ook eigenlijk het anti-ADHD En dat zijn echt wel stoffen, daar hebben we het met Guido ook over, die eigenlijk voor de meeste gevallen daar een positieve uitslag van wordt gevonden, maar de meeste atleten ook wel een medisch attest voor hebben. Ja, een doktersverklaring waarom zij die middelen medisch gezien nodig hebben. Precies. Ik blijf dat fascinerend vinden, gaan we het met Guido over hebben. Hoe kan het nou dat jij topsporter bent en astmatisch of weet ik allemaal wat ze markeren? Ja, ja, ja. Maar dat gaan we over 2 weken Nou, heb je nog een hele groep diuretica. Dat zijn eigenlijk de plaspillen. Oké, vocht afdrijven. Ja. En dat logisch ergens van. Want waarom is dat? Waarom vinden we dat doping? Waarom willen we dat niet? Nou, omdat je op die manier in ieder geval achterdacht kan kweken van, ik heb een middel genomen en dan wil ik zo snel mogelijk uit mijn lichaam hebben. Ah, dat zijn middelen die kunnen helpen om te klaren, leren we volgende week. Dus om stoffen uit je lichaam af te drijven. Dus dat is een hele rits. Heb je eigenlijk de astmamiddelen, de salbutamols. Dat zijn eigenlijk stoffen die jouw luchtwegen verwijden. Mm-hmm. Waardoor je dus meer zuurstof op zou kunnen nemen tijdens sportprestatie. Ja, en die zijn op zich, daar proberen ze het onderscheid te maken tussen de inhalatie, tussen de puffertjes, want die mogen wel. En het feit als jij ze als injectie of als pil gaat nemen, dan het hele lichaam beïnvloeden. Mm-hmm. Want ze zeggen, die kunnen op spierniveau namelijk ook anabool werken. Maar sec genomen voor het anabool werken, toch? Spierverstevigend en herstel. Ja, dat je harder groeit. Ja. Ja, en dan. Dus eigenlijk zeggen ze, nou, als jij puffertje neemt, dan komt het meest in je longen terecht en wordt daar al afgebroken. En wat je uiteindelijk in je urine meet, is dan een lage dosering van de echte salbutamol bijvoorbeeld. Ja, ja. Alleen, ja goed, jij weet, we hebben het vorige week misschien al over de Pointer-uitzending gehad. Ging op een Nederlandse wielrenner die ook op salbutamol gepakt is, net als Froome. Ja. Is lastig. Er zit gewoon het moeilijke gebied van, kun jij precies aangeven van, wanneer iets systemisch gegeven is, lees door een pil of een injectie,
Of dat het via, ja, dat je het gepufft hebt. Want als er iets met jouw longen anders is, dat die anders, nou ja, klaren of in ieder geval andere bepaalde enzymen anders hebben, ja, dan kan dat ervoor zorgen dat er meer van dat inhalatiespul toch in je lichaam wordt opgenomen. Ja. En daar staat eigenlijk ook het verleden in de wielrennen bol van. Dat mensen dan toch bepaalde, nou ja, dan ging het om corticosteroïden, heb ik een verhaal over geschreven, die waren ontzettend in. Bijvoorbeeld Armstrong, die dan met terugwerkende kracht een medische attest kreeg voor zadelpijn. Corticosteroïden werden met name gebruikt eigenlijk als, je wordt er euforisch van. Je kan lekker hard trainen en bovendien verlies je wat kilo's. En we hebben vorige week al even aangeraakt, waarom is er een antidopingbeleid? Yep. En dus een antidopinglijst. Het kan zijn competitievervalsing, hè? Gewoon oneerlijk spel, want je gaat harder dan de anderen die gewoon trainen. Maar met name ook natuurlijk gezondheid en veiligheid. Mm-hmm. En dit zijn dus allemaal soort van stoffen waarvan iemand, en dan moet je zo uitleggen wie dan, heeft gezegd, dit vinden wij onveilig als mensen dit ongecontroleerd zouden gaan innemen. Klopt. Dus er zijn 3 criteria die altijd terugkomen. En een middel moet aan 2 van de 3 criteria voldoen. En die criteria zijn A, het is prestatievorderend. 2, het is schadelijk voor de gezondheid. En de Want derde... 1, hè, ja, dat is prima. Als iets prestatiebevorderend is, maar niet... Kunnen we mee inkomen, hè, toch? Ja, ja, niet slecht voor de gezondheid. Oké, okay, ja, helder. 2, schadelijk kun je ook, een soort bescherming. Maar die derde is dan, it's against the spirit of sports. Ah. Het is tegen dat is een term de... die me opeens bekend voorkomt. Ja. Die is super vaag natuurlijk. Ja, die is super vaag. Bovendien geven ze niet bij elk middel aan van welke van de 2 of de 3 criteria hebben gezorgd dat hij op de lijst komt. Want dat zou uit kunnen maken. Dus het is op zich heel makkelijk. Bij elke stof kun je afvragen, ja, zet hem als 3 al. Against the spirit, kijk, dat doe je niet. Ja, maar dat zat ik me af te vragen. In jouw opsomming net, de groeihormonen, luchtverwaarden, dat komt allemaal volgen. Ja. Toen dacht ik, wanneer komen nou die cannabis, de MDMA, nou, cocaïne is een petmiddel, dat snap ik dan nog. MDMA heb ik geen idee. Die heb je ook, maar je hebt bijvoorbeeld meldonium. Wat is dat? Dat is een stofje wat een paar jaar geleden ineens in was. Want heel veel Russische sporters werden erop betrapt. Sharapova was de eerste zo'n beetje. Daar heb ik toen ook even ingedoken. En eigenlijk, met de kennis van nu heb ik het idee van, ja, dat is een stof die in Rusland als een soort paracetamolletje over de toonbank ging. Ja, in dat artikel, ik heb dat gisteren gelezen en het staat ook natuurlijk in onze show notes. Daar duik je er helemaal in. Een soort Russische literatuur heb je ook ingedoken. Inderdaad een soort paracetamol, maar in Europa niet toegestaan. Nee. Daar hangt een soort Russisch sfeertje omheen. Ja. Maar daar gewoon bij iedere drug is verkrijgbaar. Precies. Als een pakje paracetamol. En het zou dan helpen bij mensen die last van hart- en vaatziekte, in ieder geval ooit een hartaanval hebben gehad. Maar het aantal studies dat erop gedaan is en dat prestatievordering laat zien, ja, die is op 1 hand te tellen. En gewoon heel vaag, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar al die Russen werden erop of de Oostblokkers werden op gepakt. En dat had er meer ook mee te maken dat, ik had het over dat monitoring programma. Er staan altijd stoffen op de lijst die wel gemeten worden, maar waar je niet op betrapt of eigenlijk gestraft kan worden. Okay. Zijn die onderdeel van die 300 of staan die nog bovenop die 300? Dat is een apart lijstje van een stuk of 5. Een hoekje van de 300. Ja, die worden dan genoemd, nicotine. En daar stond meldonium ook op. En toen kwamen ze erachter van, ja, er zijn wel heel veel mensen, atleten uit het Oostblok, die het gebruiken. En de suggestie gaat, daar heb ik verder geen bewijs voor, dat men natuurlijk in die jaren, 5 jaar geleden, wel wist dat er in Rusland van alles gaande was. Alleen dat ze daar niet goed de vinger achter konden krijgen en ze niet meteen in de kladden konden grijpen. Dus dat ze iets hadden, we gaan de Russen een beetje pesten. We gaan gewoon meldonium erop zetten. Echt? En wat gebeurde is de een na de andere... Alsof we als het ware opeens ibuprofen op de dopinglijst zetten. Alle Europeanen nat, bij wijze van spreken. En heel veel van die... Sharapova begon. Russische schaatsers, et cetera. Die werden allemaal gepakt. Maar die zeiden van, ja, maar hoe kan het nou? Ik ben echt vorig jaar 31 december gestopt. Omdat ik wist, 1 januari staat hierop. En... toen kwam de aap uit de mouw. Ze wisten eigenlijk, maanden later kwamen ze erachter dat ze geen flauw benul hadden over die klaring van dat middel. Mm-hmm. En ze met een studie die toen pas later gedaan werd. Is die term meer, hè? Belangrijk als het over doping hebben. Dus hoe lang duurt het voordat het lichaam die stoffen afbreekt en heeft afgevoerd? Ja. En dat bleek voor die stof echt maanden te duren. Ah.
En toen zei ze, ja, hallo, je zet een middel op de lijst. En dat mag je dan niet gebruiken. Maar je hebt geen flauw benul van de... Nou, farmacokinetiek heet dat dan. Lekker. Heel mooi, ja, hè? Goeie term, ja. Die eigenlijk, nou, daar moeten we ook met Douwe over hebben. Het is gewoon best wel... Ja, mensen gaan natuurlijk vanuit van je neemt een pilletje... en dat verspreidt zich eigenlijk als in een bak met water... gelijk over het hele lichaam. En dan wat je in urine vindt is dan gewoon een, de concentratie die overal heerst. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Nee. En met meldonium kwamen ze dus achter van shit, dan zie je maanden later pas in de urine. Nou, toen is met terugwerkende kracht al die schorsingen zijn weer eigenlijk opgeheven. Behalve Sharapova, want die had gewoon toegegeven van ja, hé, ik heb die boot gemist. Ik heb hem inderdaad begin januari toch nog genomen, dat meldonium. Maar ja, ik... Als een soort van mea culpa, sorry... Met het idee van laat maar bekennen. Geen, en dan is geen als hij voor. Gewoon had gezegd toen, nee, ik heb niks genomen of ik ben ermee gestopt, dan was hij ook vrijgesproken destijds. Om maar aan te geven van dat er ook stoffen zijn waarvan je denkt, ja, wat doen, gaan die nou echt prestatiebevorderend werken? En dan kom je toch onherroepelijk ook op de EPO-studie uit Leiden. Ja. Die hebben we ooit een keer eerder aan de hand gehad. Ik weet niet meer in welke uitzending, maakt ook niet uit. Vertel nog eens. Nou ja, en ik moet zeggen, dat komt echt niet uit de lucht vallen. Ik heb hier een boek, een proefschrift. De mythe van de rode bloedcel. Laten we even daar zien, ja. Dokter Bram Brouwer. Ja. Brouwer. Die is bij Harm Kuipers volgens mij ook nog gepromoveerd. Harm Kuipers is een bekende die we vorige week al even hoorden. Ga terugluisteren als je en het en eigenlijk hebt. Wat hij gedaan heeft is van in hoeverre is EPO en misschien zelfs bloeddoping prestatiebevorderend. Beetje nadeel van de proefschrift is dat het nogal een theoretische exercitie is geweest. Zelf weinig onderzoek gedaan, maar puur gekeken naar wat is er in de literatuur. En uit die kennis nou, eigenlijk de hypothese gevormd van... nou, ik denk dat het wel reuze meevalt met het prestatiebevorderend effect. Omdat A, er is niet zozeer een belemmering van de aanvoer van rode bloedcellen in een atleet. En ten tweede, te veel EPO of te veel rode bloedcellen heeft ook een nadeel. Maakt het bloed stroperig. Ja. En met alle gevolgen van doen, bloed wat niet goed stroomt... ja, dat helpt een atleet ook niet. Nou, hij werd er een beetje uitgelachen toen. Wat hij daar zegt, werd eigenlijk bevestigd in de befaamde Leidse EPO-studie. Jules Heuberger is de man die dat uitgevoerd heeft. En dat is toen groot in het nieuws gekomen. Ze hebben gewoon 48, meen ik, fietsers genomen. Een groep van 24 die EPO kregen 8 weken lang. De andere 24 kregen placebo. En hij kwam uit het lab waar ze eigenlijk geneesmiddelen testen. Dus zij deden de testen van EPO op de manier zoals ze ook pillen testen. En dat betekent, daar hebben we het al eerder over gehad, dubbelblind, placebo gecontroleerd. Lees de dubbelblind, onderzoekers weten niet wie wat krijgt. Proefpersonen zelf ook niet. Placebo gecontroleerd, je geeft een neppil die precies lijkt op de pil die je wil onderzoeken. En dan ga je kijken... En zie ik verschillen. En in hun geval keek ze naar, ja goed, in hoeverre geeft het prestatie bevordering. Nou, dan keek ze eigenlijk naar die 8 weken en dan zagen ze, ja, en dat is nog steeds het makke vind ik van de studie. Er was daadwerkelijk een effect bij een inspanningstest in het lab, maar wel een maximaal test. Die werd iets beter met EPO. Maar zij zei zelf, ja, maar een wielrenner gaat nooit... Ja, maximaal is alleen maar eventjes in de sprint. Die rijdt grotendeels eigenlijk gewoon op... Lange duur. Ja. Dus we gaan gewoon de test in het veld doen. Dus een Mont Ventoux beklimming. En dan hebben ze gewoon die twee groepen laten starten dan en dan gekeken. En ze hadden natuurlijk wel netjes gepoeld van... dat beide groepen aan het begin van de studie even sterk waren... wat betreft de getrapte vermogens. In het lab wederom, ja. Hè? Ja, ja, ja. En dan zei ze, na afloop, eigenlijk kwam de groep die niet de EPO-pad had, kwam zelfs iets sneller die Mont Ventoux op met een lange aanloop dan de groep die het wel had genomen. En dat is toen in het nieuws gekomen. En zie je als, wel. En dan kan me nog herinneren, EPO werkt niet. Precies. Bij al die wielrenners uitlachen. Maar toch ook die dopingheksenjacht uitlachen. Ja. Dat gevoel herken ik toch ook wel. Want we kennen al die beelden nog rond de EPO-tijd. Hele ploegen die door de Franse politie uit hun hotel werden opgelicht en weet ik het allemaal. Ja. Was dat dan allemaal voor niks? Ja, je gaat het je wel afvragen. Ik heb daar toen toch wel... Ik ben er wel ingedoken wat mensen gesproken. En dan is er altijd de kritiek op de studies is... Ten eerste, die test van die Mont Ventoux... Ja, die hadden ze eigenlijk ook aan het begin van de studie moeten doen.
Ja, om goed te kunnen vergelijken. Ja, om te kijken van ja goed, en aan de hand van daarvan goed te poelen. Misschien is N is 24 in elke groep wel een beetje weinig. En het belangrijkste... N is 24, betekent er deden maar 24 in elke groep proefpersonen ja. mee met EPO en 24. Dus dat kan altijd EPO. Een soort ruis zijn, ja. een variatie van de dag. Plus daarbij, wat eigenlijk iedereen zegt, ja, maar dit waren amateurs. Aha. Dit waren pannenkoeken, ja. toch wel. De vermogens die gevraagd werden, volgens mij heb ik dat nog eens verteld. Zelfs ik had gesolliciteerd voor om mee te doen. Ja. En ik viel niet af zozeer door... Dat je niet top genoeg maar was? Maar ik was iets te oud, oh, geloof ja. ik. Ja. Ja. En dat was... En dan komen we op wat we natuurlijk Louis de Lahaye ook hoorden zeggen toen... We hebben wel eens gehad, wetenschappelijk gezien is nooit aangetoond dat een hoogste stage effect heeft. Ja. Even spieken, dat is aflevering... ik heb hier ergens die nummers, maar ik kan niet snel genoeg vinden. Nou, kijk maar in de lijst. En toen zei Louis... 16. 16, dankjewel. Ja. Toen zei Louis, ja, het kan wel zijn dat ze dat wetenschappelijk niet kunnen herproduceren, maar dat zijn inderdaad veel amateurs of minder getrainde mensen. Ik zie bij mijn topatleten ja. wel degelijk effect. Ja. En jij zegt eigenlijk, dat zou voor deze studie ook wel eens kunnen gelden. Ja. Dit ja, zijn niet het type proefpersonen precies. waar EPO-gebruik echt de effecten ja. zou hebben. Dus dan is weer, waar zit die beperking in de zuurstofaanvoer? En daarbij, ja, bij amateurs zit die waarschijnlijk op het niveau van eigenlijk de spieren. Die hebben te weinig energiefabriekjes. Bij profs hebben lekker veel energiefabriekjes. Dus die kunnen een hoger aanbod meteen verwerken van de zuurstof. Dat is eigenlijk het hele idee erachter. Plus daarbij dat zij best wel mild zijn geweest in een EPO. Dus die hematocriet ging wel... Ze niet zoveel gegeven. Nee, want zij wisten, ja, we wilden niet boven de 50% gaan van die hematocriet. En we hadden het al over Bjarne Ries, Monsieur Soissant. Plus daarbij dat in de dopingtijd mensen en EPO en groeihormoon en anabolen en alles tegelijk namen. Dus ja, eigenlijk als je dat goed wil uitzoeken, moet je dat ook allemaal samen doen. Kortom, het is te makkelijk om te zeggen, gooi het me overboord. Het werkt helemaal niet, maar een bepaalde nuance, die kan je wel aanbrengen. En dat is een mooi bruggetje naar ons gesprek met Douwe de Boer ja. nu. Want die nuance is precies wat nodig is. In dit geval is de nuance, werkt het niet. Ja. De nuance is vaak zoek. Precies. Als je kijkt naar de testmethodes, als je kijkt naar hoe mensen positief worden ja. bevonden. Modafinil, je had het al met Hinke Schokker. Ja. Oké, met een hele lage dosering. Ja, zeg is het niet maar. Effectief. Heb je daar... En de ja. dopingregels zeggen nu, daar kijken wij helemaal niet naar. Ja. Het is bij jou aangetroffen, dus je bent ja. schuldig. En heel vaak ben je dan door de media natuurlijk ook al veroordeeld. Hè? Ja. Dan ben je al beschadigd. En inderdaad, cannabis. Nou ja, dat wordt wel iets veranderd natuurlijk. Ja. Zullen we met Douwe gaan bellen? Ja, laten we eens met Douwe gaan bellen. We Leuk. Gaan overschakelen ja. naar Douwe de Boer. Ja. Goedemorgen, Douwe de Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de Slimmer Presteren podcast, de doping specials. We kijken in deze aflevering naar de dopinglijst en ook specifiek naar de grenzen van het antidopingbeleid en waar dat misschien knel komt. En de eerste vraag die we eigenlijk aan al onze gasten willen stellen in deze serie is... Nou ja, we heten natuurlijk de Slimmer Presteren podcast. De reden dat we deze specials maken is eigenlijk als je maar ver genoeg doorgaat met Slimmer Presteren... dan kom je op een gegeven moment de grens over. Dan wordt het doping. Waar ligt wat jou betreft de grens tussen Slimmer Presteren en doping? Het is eigenlijk heel simpel. Dat wat op de dopinglijst staat, dat is doping. En wat er niet op staat, is geen doping. Dus spruitjes staan er niet op. Koffie staat er ook niet op. En nee. EPO wel. Oké. Okay. Ja, ja dat is helder. Maar dan, daar hebben we net een inleiding over gehad. Al die middelen op die dopinglijst. Ja, horen ze er allemaal wel op? Vind jij? Want we hebben het gehad, een behoorlijke lijst. We hebben een aantal stoffen genoemd waarvan we duidelijk wel aangeven. Ja, daar word je sterker van. De anabolen bijvoorbeeld. Maar we hebben zelfs de EPO-studie uit Leiden benoemd, waar al getwijfeld wordt. Nou, het meldonium, waar nog meer twijfels zijn. Ja, van al die stoffen, in hoeverre zijn we er zeker van dat ze erop horen? Ik denk dat je dat voor geen één stof kunt zeggen. En je moet ook realiseren dat er verschillende criteria zijn om een middel op de dopinglijst te zetten. Mm-hmm. Historisch gezien gebeurde dat op basis van het slimmer of beter presteren. Maar ja. tegenwoordig is ook een criterium het gevaar voor de gezondheid. Of wat vager is, het niet ethisch zijn als je dat gebruikt. Ja, dat is wat vager.
Maar, in principe, dat is het. Ja. In principe is eigenlijk, ik ken geen één stof waarvan uitgebreid is aangetoond dat het helpt bij de sportprestatie. En ook zeg je nou echt geen één, Douwe? Ik zou niet eentje kunnen bedenken. Ik kan er misschien eentje bedenken, maar dat is volgens mijn definitie geen doping. Dat is koffie, dat is cafeïne. Ja. Dat is het ideale middel. Wordt ook veel in de sport gebruikt. Als je dat slim gebruikt, want je moet het wel slim gebruiken. De meeste mensen, ik ook niet, gebruiken dat niet slim. Is dat het ideale middel en dat wordt veel gebruikt. Maar volgens mijn definitie is dat geen doping, want het staat er niet op. Het heeft er ook wel op gestaan. Ja, ja, ja. Daar hebben we ooit een hele aflevering over gemaakt. Toch even een hele kleine zijstap en dan gaan we verder op het antidopingbeleid. Voor onze luisteraars die hongerig zijn naar praktische tips. Jij zegt de meeste mensen gebruiken dat niet slim. Heb je dan bij deze een advies hoe we slim met onze cafeïne moeten omgaan? Ja, dus je lichaam die stelt zich in op een cafeïnegebruik. En wat het lichaam met name doet is allerlei enzymen aanmaken om het cafeïne af te breken. Dus je gooit er cafeïne in. En het lichaam breekt het af. En door veel koffie te drinken, train je je lichaam om heel veel enzymen aan te maken. Als gevolg daarvan ga je steeds meer koffie drinken, want het is steeds minder effectief. En op een gegeven moment drink je liters koffie. Terwijl als je het slim gebruikt, dus heel af en toe is koffie op het moment dat het echt nodig is, dan neem je een espresso, bijvoorbeeld voor een wedstrijd. Je lichaam is daar niet op ingesteld, de enzymen zijn niet gemaakt. En je schiet uit de startblokken. Wauw. En zou het dan nog zin hebben om een beetje cafeïne te taperen? Hè? Net zoals met trainen, dat je even 2 weken voor een grote wedstrijd cafeïne mindert? Of werkt het zo snel niet? Je moet, het beste is om je enzymen niet te trainen. En ze in de waan laten dat ze niet wakker geschud hoeven te worden. En dan bij een wedstrijd, dan knal je. Leuk. Mooi zijstapje, die hebben we vast. Maar Douwe, het zet me wel aan de twijfel over de hele wetenschap die er bij WADA heerst. Als jij al zegt van, er zijn geen enkele stof waarvan ik kan zeggen dat het wetenschappelijk aangetoond is dat zij de prestatie bevorderen. Het moet me ook denken, wel dat al over de EPO-studie uit Leiden. Jules Heuberger heeft natuurlijk ook een review geschreven waarin hij gekeken heeft naar de studies die gedaan zijn. Hè. En dan vond hij eigenlijk 5 van de 23 klassen waarin in ieder geval wat evidence zou zijn dat het de kracht of het sprintvermogen wel zou verbeteren. Maar inderdaad, dat geeft ook aan. Allemaal theoretisch. Allemaal ja, dat het minimale bewijs is. Zou dat er niet moeten zijn? En ik bedoel, daar zitten toch ook wetenschappers bij WADA. Daar worden toch onderzoeken gedaan naar dit soort stoffen? Er wordt heel beperkt onderzoek gedaan. Want men is er als de dood voor dat vast komt te staan dat het echt helpt. En dan maak je reclame voor de zaak. Ja. Je moet ook realiseren dat de dopinglijst historisch gegroeid is. Dus de dopinglijst is in de wereld geholpen omdat er doden vielen in de jaren 60. Er vielen doden en er moest iets aan gedaan worden. Dus daar ging het helemaal niet om sportprestatie verbeterende effecten en dergelijke. Er vielen doden en daar moest wat aan gedaan worden. En zo is het begonnen. Daarna is die lijst gegroeid, om allerlei redenen. En vervolgens is de WADA opgericht en die heeft vervolgens criteria bedacht waarom dingen die historisch al op de dopinglijst stonden, op de dopinglijst zouden moeten staan. En die criteria die zijn er achteraf bedacht. Dus normaal begin je met criteria en dan stel je je dopinglijst op. Hier heb je je dopinglijst opgesteld. Je bedenkt daarna criteria. En ja, dan is het niet verwonderenswaardig of niet wonderbaarlijk dat er dan de middelen niet voldoen aan die criteria, omdat het verder niet getest is. Ja. Wat weet jij? Ja, dat vroegen wij ons al af. Je moet aan 2 van de 3 criteria moet zo'n stof voldoen. Hè, waarbij dan die derde de meest vage is. De against the spirit of sports. Maar je kan nergens vinden in die middelen aan welke criteria het nou precies heeft voldaan. Hè, van die 3 prestatievervorderend, schadelijk. Of zou dat, die transparantie mis ik wel. Ben jij dat? Transparantie en doping gaan niet samen. Überhaupt niet. Ook niet tijdens het beleid. Dus die. Ik denk dat het onderzoek niet gedaan is. Dus ze kunnen dat ook niet. Ze kunnen dat niet transparant maken, omdat het niet gedaan is. Ja. Maar wat maakt dat je dus zegt, Douwe, transparantie en doping gaan niet samen, ook niet aan de kant van het beleid? Want daar zou je dat toch eigenlijk wel wensen of verwachten? Ja, daar kan ik nog uren over vertellen. En dus er wordt inderdaad niet bekendgemaakt waarom cafeïne
van de lijst is gehaald en nu niet meer op de lijst staat. Waarom meldonium, wat echt onzin in het kwadraat is, en wat de politieke achtergrond heeft, er wel op staat. Dat wordt nooit uitgelegd. Er wordt ook niet uitgelegd als atleten veroordeeld worden of vrijgesproken worden. Wat de argumentatie is, ja, er zijn wel eens uitspraken beschikbaar. Maar er zijn ook heel veel uitspraken niet beschikbaar. En met name de meest moeilijke uitspraken, die zijn geheim. En in die zin zeg ik, schekscherend, transparantie en doping gaan niet samen. Ook het gebruik niet, hè? Dus, precies. Die kant is helder en is ook deels wel van de mystiek en de thrillerverhalen die dan naar boven komen. Als ik je zo beluister, Douwe, dan moet ik toch even één korte checkvraag stellen. Als je zegt, ik durf wel de stelling aan, geen enkele van die middelen, behalve misschien cafeïne, is prestatiebevorderend. Het is ook niet wetenschappelijk aangetoond dat ze werkzaam zijn. Moeten we van die hele dopinglijst dan af? Waarom hebben we dopingcontrole nodig? We hebben dopingcontrole nodig, omdat we moeten voorkomen dat er doden vallen. En dat is ook vanuit de gezondheid 60. En veiligheidsargumentatie. Ja, dat is ook de reden geweest om doping te verbieden. Realiseer je ook dat doping zo oud is als de moderne sport. Dat is al eind 19e eeuw. En we hebben er misschien wel een kleine 100 jaar over gedaan om doping te verbieden. En waarom? Omdat we de doden niet meer verantwoord vonden. Kijk, in de eind 19e eeuw vielen er sowieso doden vanwege hygiënische wantoestanden. Dus dan hadden we andere normen en waarden. En op een gegeven moment is onze hygiëne in orde gekomen. En vonden we het niet meer verantwoordelijk dat er allerlei doden vielen. En toen is er actie ondernomen. En wat er verder allemaal gebeurd is, is allemaal van politiek ander belang. Dus we moeten dat in een historisch plaatje, in een context plaatsen. Dat is wel een goede duiding, ja. Maar ik ben wel benieuwd van, nu praat jij er zo over, hè? Maar je zit natuurlijk aan een bepaalde kant nu van het beleid, hè? Je helpt atleten met name die positief getest zijn. Maar je hebt natuurlijk in jouw begintijd, bij de voorloper van de dopingautoriteit, of het Nederlands Instituut Doping Drugs Research. En volgens mij het hoofd van het lab in Portugal was je, hè? In 2000, begin van WADA-tijd. Toen zat je natuurlijk wel eigenlijk aan de andere kant van het spectrum. Lees bij, volgde je het WADA-beleid daarin. Ben je daar destijds zo teleurgesteld in geraakt? Of had je toen ook al het gevoel van dit is niet goed opgezet? Of de regels kloppen niet? Of hoe is dat zo ontstaan eigenlijk? Nee, ik ben eigenlijk niet veranderd. Ik denk dat de wereld om me heen veranderd is. Ik heb ook in mijn tijd, toen ik onderzoeker was of controleur aan de andere kant, was ik ook de luisterende pels van de dopingautoriteiten. Ik wist altijd hoe het beter kon. Nou, dat is natuurlijk ook een beetje onzin. Maar ik gaf altijd aan hoe het dan moest. En ik stak mijn mening ook niet onder stoelen of banken. Alleen je moet je realiseren dat zeker sinds de WADA er is, en er is geen transparantie, is dat een gesloten front. Dus alle dopinglaboratoria die praten zogenaamd met één mond, maar dat is niet zo. Dus ook achter de schermen is men het absoluut niet eens. En de dopinglaboratoria hebben vaak ruzie met de WADA. Alleen naar buiten toe zijn ze één front. En dat was ik toen ook. Op een gegeven moment ben ik uit die wereld gestapt. Niet omdat ik dat per se wilde, maar ik werkte in het buitenland en mijn familie en ook ik wilden weer terug naar Nederland. En toen hadden we een heel praktisch probleem. Er was geen dopinglaboratorium meer in Nederland, want ik had de deur dicht gedaan. Ja. We wilden terug. Ja, en dan moet je ander werk gaan vinden. Ik heb ander werk gevonden in een ziekenhuis. Ik had niet de intentie om me nog met doping te gaan bemoeien. Maar ik was nog maar, bij wijze van spreken, een maand in het ziekenhuis, of ik werd al gecontacteerd door atleten die zeiden van, Douwe, ik word ten onrechte beschuldigd van iets. En als luisterde pels denk je van, ja, ik heb een nieuwe pels gevonden, maar ik gedraag me nog steeds als luis. En ik geef ook weer aan hoe het beter kan. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik atleten altijd help, in de zin van,
dat ze een overtreding hebben begaan en dat ze dan vrijgesproken worden. Nee, ik zorg ervoor dat het allemaal keurig volgens de procedures gebeurt. En dat een atleet niet ten onrechte beschuldigd wordt. Helder, maar dan denk ik de afgelopen 20 jaar zo. Hè? Als ik even terugdenk, de paar keer dat ik jou gesproken heb, dan is het toch een bepaalde rode lijn steeds die ik terugvind. Over Contador hebben we gesproken, over de glucocorticoïden, misschien meldonium of EPO. Nou, nu over hinken. En dan komen we altijd uit op dat er stoffen gevonden worden in het lichaam, de urine van een atleet, in absurd lage concentraties. Maar waarbij dus het dopingreglement zegt, ja helaas, positief is positief. Elke molecuul is er één te veel. En probeer jij maar uit te leggen van waar dat molecuul vandaan komt. Ik denk dat daar een belangrijk iets is van dat jij altijd pleit voor, waarom zijn er geen grenswaarden voor stoffen eigenlijk. En met name van, wat betekent het als je een paar moleculen modafinil vindt of clenbuterol. Zonder überhaupt een farmacologische werking waarschijnlijk in dat lichaam. Wat is dan de motivatie om iemand daarvoor te straffen? Klopt het inderdaad dat jij zegt van, kom eens op met die grenswaarden. Ga dat nou eens instellen. Was dat ook iets wat je 20 jaar geleden al suggereerde aan de WADA? Ja, dat heb ik ook al gesuggereerd. En toen kreeg ik als antwoord dat ik dan de dopingcontrole te moeilijk zou maken. Mm-hmm. Moet je realiseren dat als er een grenswaarde is, dan zitten daar allerlei weer regels aan vast. Je moet de meetonzekerheid bepalen. Je moet weer ook slimme grenzen vaststellen. Dus er moet dan weer wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden. En als je naar salbutamol kijkt, daar is men na 10 jaar discussie en een zwalkend beleid het misschien nog niet gelukkig mee. Nou, dat is dan één verbinding. Want als je dat voor alle verbindingen doet op de dopinglijst, dan ligt daar een uitdaging. En dan zegt de dopingautoriteiten, dat kost ons te veel moeite, dat kost ons te veel tijd, dat gaat ons te veel geld kosten. Ik op mijn beurt zeg prima, maar dan moet je niet de straffen heel streng maken. Dan moet je inderdaad zeggen van, nou dan ga ik de straf in plaats van 4 jaar, ga ik 5 minuten stellen op een wedstrijd. Ja. Zoals het vroeger was. Maar als je dan 4 jaar gaat eisen, of misschien zelfs 8 jaar, wat men graag wil. Dan moet je ook meer moeite gaan doen. En als je die moeite niet doet, dan kun je ook niet streng gaan straffen. Ja, want ik vind dat zijn twee punten waar we het denk ik even over nog moeten hebben. Is inderdaad de analyse. Ik denk dat voor de buitenwereld zoiets is van, ja, die analyseapparatuur die wordt steeds verbeterd. Hè. We weten ook steeds nog met die plasjes die 10 jaar nu bewaard moeten mogen blijven, toch weer steeds middelen op te sporen die atleten hebben gebruikt. De andere kant geef jij aan, ja, maar nog steeds zijn ze niet zo perfect. Er is altijd een onzekerheidsmarge in die analyses. Dus het is nog steeds eigenlijk voor positief is positief. En het andere is inderdaad dat die straffen zo zijn toegenomen. Maar eerst maar eens even over die analyses. Jij zegt de labs onderling zijn het ook dus niet met elkaar eens. Ja, ik hoorde jou net zeggen, de labs hebben voortdurend ruzie met de WADA. Waar gaat die ruzie over? Oh, het gaat over heel veel dingen. De WADA zegt, jullie moeten niet discussiëren, jullie moeten luisteren. Wij stellen regels op en jullie volgen, jullie zijn uitvoerders. Labs zeggen van, je kunt wel iets roepen, maar uitvoering kost geld. Afhankelijk van het land waar een dopinglaboratorium zich bevindt, is er een budget of helemaal geen budget. Sommige laboratoria hebben niet de kennis om bepaalde dingen te doen. Er zijn eigenlijk maar van de 34 of 35 laboratoria, is er een klein select groepje, denk ik minder dan 10, waarvan je kunt zeggen van die kunnen alles. De rest kan niet alles. Dus er is altijd een heel gekibbel. Er zijn ook politieke belangen die dan een rol spelen. Gelukkig heeft Pakistan nog geen laboratoria, India misschien wel, maar ze zouden wel allebei graag een lab willen hebben.
Zo zijn er voortdurend ruzies en zo is er voortdurend gekibbel. De WADA die probeert ook de Russen in toom te houden. Nou, als je weet hoe moeilijk het is voor de VN om de Russen in de toom te houden, dan moet je zeggen dat de WADA uitstekend hun werk doen. Maar ja, de rest van de wereld zegt dat de Russen weer niet streng gestraft worden. Nou, dan kun je je voorstellen dat het een Poolse landdag is achter de schermen. Ja. Maar grappig dat je dat meldt van India, want viel me op, ik heb even in die cijfers van WADA gekeken. India staat het afgelopen jaar, of 2018, is dat heel hoog, hè, qua aantal positieve gevallen. Ja. Is dat het een beetje een verschijnsel van, we hebben een lab, dan moeten we ook laten zien dat we goed bezig zijn en gebruikers kunnen opsporen, dat we in staat zijn om? Ja. Ik denk dat je oude cijfers ten eerste hebt gezien, want ik meen te weten dat het Indiase lab tegenwoordig ook nog geschorst is. Een atleet kan geschorst worden, maar een laboratorium ook. Wat was de aanleiding omdat de WADA ze niet meer vertrouwt aan Douwe? Nou, ze voldoen niet aan bepaalde eisen. Dus ze hebben waarschijnlijk bij bepaalde examens zijn ze door het ijs gezakt. Ja. Okay. Want je moet voortdurend examens ook afleggen. Ja. Maar ik denk dat in India zelf er nog niet gedurende een lange periode heel uitgebreid gecontroleerd werd. En die atleten konden altijd hun gang gaan. En dan ineens komt er een overheidsbeleid met een lab. Ja, die gaan dan op een gegeven moment heel veel positieve vinden. En ze moeten het land eigenlijk nog opvoeden, zodat ze het dan slimmer kunnen gebruiken. Ja, dat is natuurlijk, we hadden het volgens mij met Hinke Schoor, met de modafinil over, maar ook met clenbuterol destijds. Dat jij ook zei, de zaak van Contador, die had eigenlijk de pech dat zijn urine, zijn test toen naar het Keulse lab ging. En niet naar bijvoorbeeld een andere lab, omdat het Keulse lab eigenlijk gewoon net de betere apparatuur had om dat clenbuterol op te sporen. En daardoor de befaamde 00005 wisten op te sporen. Kortom, dat eigenlijk een atleet de pech kan hebben dat eigenlijk zijn urine in een lab terechtkomt waar de apparatuur gewoon beter is. Of geavanceerder en daardoor wel sporen van een middel worden opgepikt wat in een andere lab dus niet zou gebeuren. Dat is er ook aan de hand dus. Ja, dat is nog steeds aan de hand. En ze proberen wel daar wat aan te doen. En ze hebben tegenwoordig ook minimum grenzen waaraan het lab dan aan moet voldoen. Maar dan betekent nog wel dat een keulslab nog veel lager kan gaan dan de rest. Dus er worden wel pogingen gedaan om het uniform te maken, maar dat lukt nog niet volledig. En Douwe, als ik jou zo beluister, super heldere uitleg. Je legt uit waar het vandaan komt. Je legt uit het gebrek aan wetenschappelijk bewijs. De poging om toch over de hele wereld een soort van gelijke lijn te trekken. Waardoor je misschien niet de verfijnde drempelwaardes en zo kan opzoeken. Is het systeem dan nu eigenlijk wel eerlijk en rechtvaardig voor iedereen die ermee te maken heeft? Ik denk dat de balans op dit moment een beetje zoek is. En dan bedoel ik met name de mogelijkheden voor de atleet om zich te verdedigen. Mm-hmm. Want je moet je realiseren dat in de sportrechtspraak moet de atleet bewijzen dat hij onschuldig is. Ja, er is zogenaamde omgekeerde bewijslast. Hè? Waarom is dat eigenlijk? Weet jij dat? Ja, dat is omdat je atleten nooit op heterdaad kunt betrappen. Dus vorig jaar was er geloof ik een atleet die dan bij een bloedtransfusie nog in zijn arm betrapt werd. Dat is dan een uitzondering. Atleten worden nooit op heterdaad betrapt. Dus het is heel moeilijk om het bewijs te leveren volgens het strafrecht dat je dan gebruikt hebt. Dat is lastig. Vereist ook heel veel politieinzet. En dan hebben ze zich gemakkelijk gemaakt door de bewijslast andersom te leggen. En dan moet je ook realiseren dat de atleten zich heel slecht laten vertegenwoordigen bij het opstellen van regels. Dus die laten zich per definitie niet vertegenwoordigen. Want ze zeggen, ik ben onschuldig en mijn buurman die moet je pakken. Waardoor hun rechten heel slecht geborgd worden en alles. Dus moeten zij hun onschuld bewijzen. En dat is heel lastig, terwijl de straffen eigenlijk bizar hoog zijn tegenwoordig. Dus als het enerzijds heel lastig is om te bewijzen dat je onschuldig bent, en de straffen zijn bizar hoog,
dan is het helemaal uit zijn balans. En dat is mijn grootste bezwaar en zorg op dit moment. Waarom zijn die straffen in de loop der jaren zo omhoog gegaan? Ooit begonnen met tijdstraffen. Toen werd 2 jaar eigenlijk een beetje de norm. En nu is het eigenlijk 4 jaar, mits je onintentioneel dan iets hebt genomen. Dan wordt het 2 jaar. Met daarbij nu wel dat cannabis, et cetera, de recreatieve drugs, zul maar zeggen, voor 3 maanden. Hè? Dat is een goede, ja. Dat vind ik wel een goede ontwikkeling, laat ik het zo zeggen. Maar waarom is die opschuiving naar 4 jaar? Weet jij, wat is de reden om dat steeds langer te maken, die straf? Ja, realiseer je dat 4 jaar is dan nu misschien een tussenstap naar 8 jaar. Dus dat is iets wat ze willen. Ik denk dat het een politieke keuze is en dat het ook een culturele keuze is. Er zijn landen die gewoon willen dat drugsgebruik in het algemeen en gebruik in de sport heel streng gestraft wordt. En dan heb je heel veel landen die roepen het moet keihard aangepakt worden. Nee. Nederland steekt zijn vingertje op en zegt nou misschien moeten we wat nuanceren. Maar ja. Nederland wordt niet serieus genomen. Want we gebruiken allemaal cannabis in Nederland. En dan krijg je dus dat er onder politieke druk en culturele inzichten en andere landen, continenten, dergelijke straffen geëist worden. En als er dan geen tegenwind is van de atleten zelf, dan wordt dat ingevoerd. Want dat is de invloed van Amerika, denk ik, hè? Waar jij op doelt. Ja, niet alleen Amerika, maar ook Zuid-Amerika. Die willen ook, die hebben ook een drugsprobleem. Dus die zetten liefst het leger in. Dus daar is een hele sterke druk om straffen streng te maken. En je moet je ook realiseren dat vroeger regelde het IOC dat. Die gaf dan de toon aan. Maar tegenwoordig is dat de WADA en er worden ook allerlei diplomaten ingezet om het beleid uit te stippelen. Dus het is ambassadeurs die gaan naar de WADA toe, die gaan onderhandelen. Die gaan bijvoorbeeld zeggen van cannabis, dan zeggen we 3 maanden nu straf. Maar dan wil ik als tegenprestatie dat het voor anabolen 6 jaar wordt. En zo wordt er onderhandeld. Ah, ja. En dan komt er een politiek compromis. Ja. En dus de straffen worden steeds strenger. Deels omdat we met de hele wereld blijkbaar dus 1 lijn moeten trekken. We zeiden het al in de inleiding. Jij staat ook veel atleten bij die wellicht ook onterecht gestraft worden. Naast wat hun boven het hoofd hangt en de omgekeerde bewijslast. Kan je eens beschrijven, je hebt dat van dichtbij meegemaakt en gevoeld. Wat betekent de publieke straf? Hè? Zodra het woord doping aan je kleeft, dus je sportcarrière een soort van voorbij lijkt het. Wat betekent het voor een atleet dat het in de pers en de media zo omgesprongen wordt met dopingzondaars? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld Denise Betsema. Die is vorig jaar vrijgesproken omdat een supplement wat van haar, die zij gebruikte, gecontamineerd was met een anabool steroïd. Daarvan, die wordt volgens mij nog steeds aangekeken door bepaalde collega's, met name uit Amerika, dat het belachelijk is dat zij positief is bevonden, dat zij maar een paar maanden straf heeft gehad. Terwijl ze wel vrij is gesproken, daar lijdt ze nog steeds onder. Denise heeft nog het geluk dat ze maar een paar maanden straf heeft gehad. Er zijn ook voorbeelden van mensen die dan 4 jaar kregen en dan helemaal niet meer terugkomen. Die zijn zo gedesillusioneerd dat ze met hun sportcarrière gestopt zijn. En die gaan dan iets anders doen. En er zijn natuurlijk ook extreme voorbeelden. Ik heb in de 5 jaar geleden een Finse wielrenner meegemaakt. Die dan, want in Finland denkt men heel zwart-wit over doping. Met een minieme concentratie van een dopinggeduid middel ook 4 jaar gestraft werd. Die werd zelfs verstoten door zijn familie. Dus die woont ook inmiddels niet meer in Finland, maar in België. Dus dat zijn dan even zo wat voorbeelden. En natuurlijk zijn er ook gebruikers die dan bewust iets gebruikt hebben. En daarvan kun je zeggen, die krijgen dan misschien terecht publiekelijk een straf. Maar er zijn ook degelijk een aanzienlijke groep die denk ik ten onrechte te zwaar gestraft worden.
Denk jij dat wij als algemeen publiek, als sportkijkers, als liefhebbers, moeten wij meer mededogen hebben met mensen die met een dopinggeval in de media komen? Of, want de andere kant is ook waar. Vaak denk je van, zelfs ook bij deze Contador, denk je, ja, tuurlijk was het maar een picogram. Maar dat komt omdat je gewoon net iets over de grens gebruikt. Ik wil niet op die case ingaan, maar even het principe. Hè, je denkt toch, ja, waar rook is vuur. Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat het een discussie is waar je niet uitkomt. Ik denk dat je altijd een groep zult hebben die dan heel veroordelend reageert. En dat hoort er denk ik bij. Je kunt het publiek wel beter informeren. Maar dat blijft heel moeilijk. En zeker tegenwoordig, waarin iedereen een hele uitgesproken mening heeft en dat ook uit. Nou ja, dat is deel 1 van onze motivaties om deze serie te maken. Hè? En om jou ook zo aan het woord te laten, om eens uit te leggen hoe genuanceerd dat eigenlijk kan liggen. Ik zit nog terug te denken, hè? Die oprichting WADA, dat klinkt eigenlijk logisch, hè? Want voorheen was het IOC zelf, de bonden zelf. Je denkt, nou, dan gaan we centraal aanpakken. Maar nu 20 jaar later heb ik het gevoel, men is gewoon doorgeslagen in de hele harmonisatie. Omdat men het op die manier wilde regelen, wereldwijd, mondiaal gaan we het aanpakken. Maar je hebt te maken met inderdaad wat je zegt, die culturele verschillen. En daardoor heb je uiteindelijk een hele strakke regelgeving doorgeslagen misschien. Waar uiteindelijk dan een kleine groep, in Nederland lijkt het in ieder geval dupe van is. De amateurs die onwetend zijn, niet goed op de hoogte, niet goed, weinig educatie gehad. Ja, hadden we het gewoon heel anders moeten doen destijds, 20 jaar geleden? Nou, eerlijk gezegd, 20 jaar geleden stond ik ook juichend klaar om te zeggen van, eindelijk zijn we van het IOC af. En komt er meer transparantie. We hebben de WADA. En wat ik me toen niet gerealiseerd heb, dat is dat met de WADA ook heel veel politici bij zijn gekomen. En dat het op een gegeven moment eigenlijk alleen maar gecompliceerder werd. Dus mijn eerste reactie was van hiep, hiep, hoera, moeten we doen. En ik denk dat we dat niet, dat niemand heeft kunnen bevroeden hoe het zich zou ontwikkelen. En in die zin zou je kunnen zeggen, we hebben de doos van Pandora open gedaan. Mm-hmm. En nu zitten we met gebakken peren. Dus het is altijd gemakkelijk om achteraf te zeggen van, ja, had ik die doos maar dichtgelaten en waren we maar doorgegaan. Maar je weet ook niet hoe het was met het IOC. Hè? Want het IOC, met alle respect voor het IOC en de relatie ook met Rusland. Dat is ook geen zuivere koffie. Nee. Hey, en Douwe, als jij vanuit al je kennis en expertise en ervaring en die hele bekendheid met die historie, nou een aantal dingen gewoon per direct kon veranderen, wat zouden dan de eerste verbeteringen zijn die je zou doorvoeren in het systeem? Ik zou onmiddellijk de straffen gaan reduceren. Waarom zeg je dat als eerste? Strafmaat omlaag? Ik vind dat 4 jaar standaard te streng is. Ik denk dat je wel misschien 4 jaar zou kunnen eisen, afhankelijk van de omstandigheden. Maar je zou dat flink moeten inkorten. En als je dat dan goed uitzoekt en geen enkele twijfel hebt over de situatie, dan kun je dat verhogen naar 4 jaar. Dus ik zou daar een flinke gradatie in aanbrengen. En dan bied je dan misschien ook de mogelijkheid om de menselijke kant dan weer terug te voeren. En net als bij de toeslagen werd ook allemaal iedereen over één kam geschoren. En werd er niet gekeken naar de omstandigheden, wat natuurlijk ook weer lastig is. Maar dat zul je toch moeten doen. Wil je het dopingbeleid draagkracht geven onder een brede sportbevolking, zou ik met name willen zeggen. En als je het hebt over, er moet beter gekeken worden naar de omstandigheden. Zijn er dan specifieke omstandigheden waar je zou beginnen? Is dat de hoeveelheid aangetroffen stof of de uitleg van de atleet? Of welke omstandigheid is daarin wat jou betreft het belangrijkst? Ik denk de hoeveelheid stof is ook van belang. Ook het aard van de stof. Kijk, meldonium, wat wel even genoemd worden, dat is echt pure onzin. Dat is echt een politieke zet geweest van de Amerikanen. Die moet bijvoorbeeld van de lijst. Dat zou misschien mijn tweede punt zijn. De omstandigheden van de atleet kunnen ook absoluut een rol spelen. En hoe ver wist de atleet dat?
Nou is het natuurlijk wel weer zo dat natuurlijk iedereen kan gaan roepen, ja, ik wist het niet. Maar je kunt wel degelijk dingen uit gaan zoeken en dingen aannemelijk maken. En dan moet je op die manier meer moeite doen. Meer moeite kost natuurlijk ook meer geld. Daar ontkom je denk ik niet aan. Wil je termijn optiek eerlijker maken? En wie moet dan meer moeite doen? En toch om helemaal door te brengen. Is het dan de Nederlandse Dopingautoriteit of het de ISR, hè, de Sportrechttribunaal? Nou, het ISR is eigenlijk een uitvoerend orgaan van de bestaande regels. Dus die doen niks anders dan de bestaande regels interpreteren. Als je hun dus andere regels geeft, dan zal dat ook naar een eerlijker beleid leiden. Dan komen daar ook betere dingen uit. Die doen alleen maar wat hun opgedragen wordt. De Nederlandse Dopingautoriteit steekt wel degelijk zijn vingertje af en toe eens op. Van, hallo, wij zijn er ook nog en wij vinden cannabis moet van de lijst. Ja, dat kun je roepen, maar wereldwijd lukt dat niet. Ik denk wel dat je misschien de WADA toch moet handhaven. Ik denk dat je daar niet aan onderuit komt. Je zult misschien moeten lobbyen. Je zult dan groepen moeten maken van landen die dan wat nuances proberen aan te brengen. Maar goed, dat zal heel lastig zijn. Een uniform beleid, dan zul je de hele wereld daar toch bij moeten betrekken. Ja, wat mij nog steeds altijd verbaast is dat ze die lijst hebben opgesteld voor alle sporters. Hè? Alle takken van sport hebben in principe te maken met dezelfde lijst. Okay? Je hebt op het eind nog die beta-blokkers voor de schietsporten en de autosport en golf, noem maar op. Maar ja, wat heeft een schaker aan EPO? Waarom niet per sport een top 10 maken van stoffen waarvan je zegt, ja, die helpen bij deze sport echt? Dan zou je ook veel gerichter je analyses kunnen doen. Dan hoef je niet al die 300 stoffen te gaan screenen. Is dat een gedachte waar jij ook je in kan vinden? Of zit ik op een helemaal verkeerd spoor als ik zo denk? Ja, absoluut. Ik denk dat je enerzijds de menselijke kant er aan toe moet voegen. Maar ook misschien de sportspecifieke kant. En in die manier kun je allerlei nuances aanbrengen. Waarbij je dan gaat beperken tot relevante zaken. En bij schaken hoef je inderdaad niet op EPO te controleren. Pure onzin. Maar ik denk ook eerlijk gezegd dat het niet gebeurt hoor. Ik denk wel degelijk dat ze wel degelijk in die zin intelligent, of proberen, laat ik het zo te zeggen, intelligent te zoeken en dan naar andere middelen te kijken dan EPO. Ja. Waar ik me nog steeds even een zijstapje naar het bloedpaspoort, hè? Want dat zou eigenlijk 10 jaar geleden, 2008 een beetje begonnen, denk ik. Dat zou de oplossing gaan vormen voor. Hè? Eigenlijk elk sporter zijn eigen paspoort. Voor in ieder geval van zijn bloed. En misschien ook voor steroïdeprofiel of voor andere stoffen. Maar ik heb toch niet het gevoel, ook als ik lees, er worden toch niet heel veel atleten op gepakt. Hè? Is het uiteindelijk toch niet veilig genoeg? Is het te lastig om atleten daarop te pakken of aan de hand van afwijkende bevindingen inderdaad glashard te zeggen, ja, jij hebt gesjoemeld met EPO of bloeddoping? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk dat het bloedpaspoort wel degelijk heel goed werkt. Ik denk dat je daarmee voorkomt dat er excessen plaatsvinden. Het grote probleem met bloedpaspoort is, en ik moet je in die zin eventjes teleurstellen, er zijn wel degelijk heel veel atleten die daardoor op basis daarvan gestraft worden. Het probleem bij het bloedpaspoort is nu dat atleten het bewijs moeten leveren dat verandering in het bloedpaspoort een onschuldige verandering is. En dan leg je weer het bewijslast bij de atleet, en voor de amateur is dat heel lastig. Maar je voorkomt wel degelijk excessen. Ik denk dat de excessen eruit zijn. Dat je die daarmee op kunt sporen. En dat alleen al het principe dat je het uitvoert effectief is. En dan gaan atleten zich wel 2 keer bedenken. Het probleem wel is dat atleten wel degelijk iets willen gebruiken. En dan maar iets anders gaan gebruiken. Elke
opsporingsmethode die je dan verbetert of uitbreidt, los je het probleem niet op, maar je verschuift het probleem naar misschien wel gevaarlijke zaken. Nog even, want bloeddoping, hè, kan dat nou wel of niet al, in ieder geval al bij microdosen in lage hoeveelheden, kan dat nou wel of niet al opgespoord worden? Niet middels het, de detectie in het bloed. Hè. Dus je, ik denk ook niet, ik kan me ook niet, niet een voorbeeld op recent herinneren van iemand die me aan de hand van een bloedtransfusie is veroordeeld. Anders dan dat er een bloedzak is gevonden in een diepvries ergens op een schuurtje. Of dat de bloedzak nog aan je arm zat. Ja, precies. Dus, ik denk dat het heel lastig is om dat aan te tonen. Maar ik denk ook dat alleen al de dreiging dat je het gaat onderzoeken al voldoende atleten afschrikt. En dan natuurlijk blijven er altijd een paar die het blijven doen. Dat doen we ook met alcoholcontrole en snelheidslimieten op de weg. Ja, mooi. Ja. Dankjewel, Douwe de Boer. Jurgen, wat mij betreft is de koffie op. Zeker. En de koffie koud en gaan we door. Dankjewel, Douwe de Boer, voor deze toelichting op de dopinglijst. En vooral ook op de knelpunten in het dopingbeleid. De toelichting waar we vandaan komen, hoe het werkt met de testen, de drempelwaardes, het gebrek aan transparantie. En toch ook een aantal mooie opbouwende suggesties over hoe het beter moet. Al komen we dan wel helaas uit toch weer bij die WADA als we je doorvragen wie moet dat dan doen. En dat is nou precies de plek waar dus zoveel internationale politiek aan de gang is. Maar ik vond het erg verhelderend. Jij, ja, zeker. Ja. Dankjewel voor je tijd en je toelichting. Laat ik onze kijkers en luisteraars nog eens een keer vragen. Ik ben benieuwd. Heb jij nog specifieke vragen naar aanleiding van deze aflevering? Misschien wel aan Douwe de Boer of aan ons. Over doping, over de analyses, over de dopinglijst of de stoffen die daarop staan. Dan kan je ons vinden op social media via @slimmerpodcast. Zijn we te vinden op Twitter en op Instagram. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je een webpagina van deze aflevering waaronder je ook kunt reageren. En je kan hem natuurlijk ook delen met iedereen die je kent voor wie deze aflevering ook interessant zou kunnen zijn. En je kan ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. We reageren altijd en we vinden het ontzettend leuk om van je te horen. Tot zover deze tweede aflevering van onze doping specials. Nog een aantal te gaan. Ja. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. En Douwe, bedankt. Graag gedaan.